Nederland in Beweging, met straks de oefeningen achter elkaar met Olga en Duco. En in de reportage, onze vitale 50-plusser Anneke Vink is pas op latere leeftijd gaan dansen en dat was een aangename kennismaking. Ik was gelijk verkocht, ik vond het wel heel erg leuk. Maar ik moet erbij zeggen, de muziek moet je ook aanspreken. Want als de muziek niet leuk is, dan kan je wel bewegingen maken, maar het moet wel matchen met elkaar. Dat straks in de reportage, maar nu eerst... Goed om te weten. Bij een te hoog cholesterolgehalte is vette vis, zoals zalm en makreel, beter dan magere vis. Vette vis bestaat voornamelijk uit onverzadigd vet dat cholesterol verlagend is en dus beter is voor hart- en bloedvaten. Als algemene regel geldt, minimaal 2 keer per week vis, waarvan in ieder geval 1 keer een vette vissoort. En dan nu de oefeningen achter elkaar met Duco Bouwens en Olga Commandeur. Een heerlijke warming-up. Laatste keer, adem in. Voel de spanning. En ontspan. We zien elkaar morgen weer. De vitaalste 50-plusser. En dat is deze week Anneke Vink uit Voorburg. Ze is pas op latere leeftijd gaan dansen. En dat was een aangename kennismaking. Ja, ik heb van mensen horen zeggen. En die waren dat ook aan het doen op een gegeven moment. Die zeggen, wat leuk, wat doen jullie precies? Ja, ook rock'n'roll. En dat, daar hebben wij les, krijgen wij daarin. En dat is in Zoetermeer, dan moet je ook eens komen kijken. Dus daar ben ik gaan kijken. En ik was gelijk verkocht, ik vond het wel heel erg leuk. Maar ik moet erbij zeggen, de muziek moet je ook aanspreken. Want als de muziek niet leuk is, dan kan je wel bewegingen maken. Maar het moet wel matchen met elkaar. En de muziek vond ik heel erg leuk. Ik ga ook zaterdagavond met mijn vriend gaan dansen. En daar wordt ook veel rock'n'roll gedaan. Jiven, zegt die term wat? Jiven? Ja, zeker. Ja. Dus jiven is een beetje rock'n'roll. Jiven is ietsje langzamer. Rock'n'roll kan ook een beetje pittiger zijn. Ja. Dus dat doe ik op zaterdagavond. En zondagmiddag doe ik het ook nog wel eens ergens. Bewegen doe ik nog meer line dance. Country line dance. Dus je bent helemaal into het dansen? Ja. Line dance doe ik op dinsdagavond, dat doe ik op donderdagmiddag en op vrijdagavond. Het is eigenlijk bijna de hele week? De hele week staat in het teken van dans, alleen maandag niet. Nee. Dus de rustdag? Dat is de rustdag. Ja, dat heb je ook wel eens nodig, want dan voel je het wel in je benen hoor. Na een weekend een aantal dagen dansen, dan voel je wel in je benen. De Nederland in Beweging agenda. In Noordwijk. En we blijven lekker in beweging vandaag. De vitaalste 50-plusser. En dat is deze week Anneke Vink uit Voorburg. Tegenwoordig dansen ze zo'n 6 keer per week, maar dat is ze pas op latere leeftijd gaan doen. Ik ben geboren in 1949. En toen was het dansen, dat stond allemaal een beetje ver van je af. En toen kwam ik in de tijd van de soul-tijd. Ja, dat is dansen, is het een beetje passieve pasjes wat je eigenlijk maakt. Dus echt een affiniteit met dansen had ik toen helemaal niet. Nou, in de jaren 80, wilde ik wel weer gaan dansen met mijn ex-man toen de tijd. En die zei van, je beweegt wel, maar je kan niet dansen. Die vond hij was expert en hij vond dat ik niet goed kon dansen. Dus dat hield me eigenlijk ervan om wat verder in dat dansen te gaan doen. Maar ik neem aan dat weer legt is, toch? Ja, zeker. Anneke, je bent heel erg sportief. Bijna elke dag van de week ben je aan het dansen. Ja. Ga je er nou ook op de fiets naartoe? Nee, dat doe ik niet. Ten eerste is het best wel een aardig eentje weg om te gaan fietsen. Want het is hier Voorburg en Zoetermeer. Nou, dat is toch wel een eentje fietsen. Dus we gaan met de auto. En niet zomaar een auto. Dat is wel een rock'n'roll auto. Dat is een Cadillac. Kijk, in stijl komen jullie aan? Halve stijl dus. Niet met petticoats en dergelijke, maar we komen wel in de Cadillac. Gezond leven, gezond eten.
Ja, toch wel, toch wel. Ja, ik ben best wel gezond bezig, vind ik. Want bewegen, ik ben altijd bezig. Ook in huis ben ik altijd bezig. Ja, zitten doe ik weinig. Ja, ik heb wel een zittend beroep. Ik zit op kantoor, maar ja, daar probeer ik ook alles zoveel mogelijk lopend te doen. Vaak naar de koffieauto. Ja, ja, gewoon lopen. Veel lopen. Nou, sport je al dus heel veel in de week, maar pak je vaak de fiets of neem je vaak de trap in plaats van de lift? Denk ja, je daar nog? Ja, ik woon zelf in een huis met trappen, een portiek met trappen. Op mijn werk, ik werk op kantoor. Ik werk op de tweede etage. We hebben geen lift, dus moet ik ook altijd met de trap op en af. Maar doe je het bewust ook of moet je altijd? Ik ga liever ook met de trap. Ik ga ook liever met de trap. En een lift vind ik een beetje eng eigenlijk. En ik ga gewoon liever met de trap. Voor de 50-plussers. Hoe lang gaan jullie nog door met rock'n'roll? Tot we daar neervallen. De vitaalste 50-plusser. En dat is deze week Anneke Vink uit Voorburg. Straks vertellen mensen uit haar naaste omgeving waarom zij de vitaalste 50-plusser moet worden. Anneke, heb je even? Zo, hoe lang ben je al aan het rock'n'rollen vanavond? Ik ben begonnen om 8:30. En hoe laat is het middags? 9:15. Dus ik ben 3 kwartier aan het dansen. Kun je nou overal in Nederland rock'n'rollen? Ja, ja. Wij hebben ook een showteam, daar treden we mee op. En dan gaan we mee door het hele land. En daar probeer je de mensen toch weer mee aan te steken om het daar ook te gaan doen. En er zijn wel een aantal rock'n'roll scholen in Nederland. Ja. Anneke is de vitaalste 50-plusser omdat ik weinig mensen ken die zo energiek zijn. Met het rock'n'roll, met country. Ze ziet er nog fantastisch uit voor iemand die 50 jaar is geweest. Ze is continu aan het dansen en ze is ook continu in beweging. Want ze kan niet echt stilzitten. Dus, Anneke is heel erg spontaan, enthousiast. Ze doet heel veel. Ze doet country dansen, ze doet rock'n'roll dansen. Ze doet heel veel aan haar beweging, om in beweging te blijven. En daar neem ik mijn petje voor af. Ik vind, ze ziet er heel goed uit. En er mogen heel veel vrouwen een voorbeeld aan nemen. Ik vind haar toppie. Ja.